ben deze opleiding tegengekomen op internet via Koning Willem 1 College. En vanaf kleins af aan kijk ik al een beetje op tegen het entertainment. Dus toen ik deze opleiding tegenkwam, was dat echt mijn ding. Want er zit zang in en er zit dans in. En de activiteit met de kinderen sprak me heel erg aan, omdat ik het heel erg leuk vind om met kinderen te werken. Ja, ik ging altijd spioneren bij entertainers, zeg maar bij de caravan. En ik wilde altijd meedoen met alles. We hadden ook altijd pyjama-parties, s'avonds in de disco, dat vond ik altijd heel erg leuk. Dus het zijn die dingen die ik heel erg leuk vind, omdat je als je er later op terugkijkt, denk je, weet je, zij hebben echt ervoor gezorgd dat ik zeg maar wel echt een superleuke vakantie heb gehad daar. En dat maakt dat ik dat ook heel graag wilde doen. Best wel gewoon heel leuk. Wat ik van tevoren niet wist, wat ik nu wel weet, wat ik heel erg leuk vond aan de opleiding was de stages. Naar het buitenland gaan vooral. En de activiteiten die je in het buitenland kan doen, zoals aquarobics. En de shows buiten op het podium. Dat je echte gasten amuseert, zeg maar, met de shows die je s'avonds doet. En de waardering die je van alle gasten krijgt voor het werk wat je levert. Daar denk ik dat ik daar echt het leukste vond van de opleiding. Goedenavond, dames en heren, en welkom bij de Summer Hit Quiz. Vanavond krijg je 20 vragen waar je ja of nee op kan antwoorden. En degene met de meeste vragen goed, heeft het gewonnen en krijgt een hele leuke prijs. Ik kan niet heel veel zeggen hoe ik mezelf, zeg maar, over zoveel jaar zie. Ik weet alleen dat ik heel graag naar het HBO wil, omdat ik zeker weet dat ik dat niveau gewoon heel goed aan kan. Ik vind het heel lastig om een opleiding te kiezen, omdat ik heel veel dingen heel erg leuk vind. Dus ik neem nu een tussenjaar om te kijken wat dus echt bij mij past. Zodat ik zeg maar gewoon het HBO op kan en niet tussentijds hoef te stoppen of iets. Lotte is een super gemotiveerde, hardwerkende student. Is binnen de afdeling verkozen tot student excellent. En daardoor echt een ambassadrice voor de Cosmo Academy.